allemaal en welkom bij Kill the Collection. Vandaag ga ik deze killen, om het maar zo te noemen. Dit is de lijn Simple Stories Whatever. Deze heb ik toevallig vandaag binnengekregen en je krijgt twee vellen papier. Dus je krijgt deze, was een combi, deze en deze. Dus in totaal 6 vellen en daar ben ik mee, gelijk mee aan de slag gegaan. De restjes papier wat ik nog over heb zijn deze 2 stukjes, dus dat is niet heel veel. Er zit in deze kit ook gelijk een stickervel en die heb ik ook gelijk gebruikt. Ik heb alleen nog het woord whatever over de bril, een smiley en hier nog een vierkantje. Deze gaat gewoon in mijn stash en die gebruik ik een keer op. Van de Diecut serie heb ik nog, nog wat kaartjes over, maar die zijn erg leuk en die kan ik ook gewoon nog een keer, nog een keer gebruiken bij een andere layout. Dan gaan we over naar de foto's die ik gebruikt heb. Ik heb best wel wat gênante foto's gebruikt van een feest. En een vriend van ons die werd 28 jaar. En die heeft een bus gehuurd om met z'n allen naar de kermis te gaan. En deze lijn past er gewoon echt precies bij. Qua uitspraken en teksten. Ik heb hier 2 kaartjes aan elkaar geplakt. En aan de achterkant zie je een foto en aan deze kant de leuke teksten. Hier een beetje een gekke foto. En echte uitgaande foto's. En dan heb ik hier een 12x12 layout. Omdat er 6 vellen in zaten heb ik ervoor gekozen om de achterkant ook te gaan beplakken. En dat ziet er zo uit. En omdat het gewoon in een page protector gaat, kan dat ook prima. Dit is mijn derde pagina geworden. En dit is de 4e. En dan hebben we deze. Dit is echt de laatste pagina geweest die ik gemaakt heb. En ik heb hier echt met de restjes van de papiertjes en een bijna laatste Project Life kaartje heb ik deze gebruikt. En dan hebben we als laatste deze pagina. Ik heb wel gewoon gewerkt met laagjes qua papier. En met stukken papier, niet bang om hem te gebruiken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan je duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg!